Hoi, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Outfits of the Week. Jullie waren vorige week super enthousiast. En ik vond het zelf ook gewoon heel erg leuk om te doen. En ook om terug te zien voor mezelf. Een soort van outfit inspiratie. Als ik het gewoon niet weet, kan ik gewoon zo'n videootje aanklikken. En dan kan ik op die manier een outfitje bedenken. Dus ik dacht, ik doe het gewoon nog een week. En we beginnen natuurlijk op de maandag. Dat is het vandaag. Ik zie er nu heel fancy uit, alsof ik echt wat bijzonders ga doen. Maar dat is absoluut niet het geval. Maar ik ben een YouTuber en ik heb net een make-up video gefilmd. Dus vandaar deze fancy look. Maar mijn outfit zegt iets meer over mijn dag vandaag. Ik laat het jullie even zien in de spiegel. Ik heb namelijk mijn zogenoemde soepjurk aan. Deze hebben jullie kunnen zien in een shoplog een tijdje terug. Twijfelde om te houden, want het is niet de most flattering dress die ik heb. Totaal niet. Maar hij zit zo lekker. Ik weet niet of je dat gevoel geeft wat op vakantie zo'n dun laken waar je onder slaapt geeft. Waar je dan geen deken in hebt. Nou, zo voelt het gewoon op je lichaam continu. En ik vind de combi heel leuk van het lichtblauw met de oranje-rode bloemetjes. Ik heb er een bralet onder, want dat zit comfortabel. En ik heb wat gouden sieraden. In de beschrijving zal ik zetten waar alles vandaan komt als je benieuwd bent. En ik heb mijn nieuwe slippers. Deze kwamen net binnen. Ik vind ze zo leuk. Moet er even aan wennen bij mijn voeten. Maar ik vind ze heel erg cute. Ik had deze gezien bij een ander meisje in Parijs. En deze zijn van River Island. Dus een beetje een Sidonia look. Maar wel een advanced Sidonia look. Zo zou ik hem zelf dopen. Maar jullie mogen ook even een naam geven aan deze look. Als ik de deur uit zou gaan, zou ik zeker dit tasje erbij dragen. Deze is van Cyrene. Dit is zo'n Marrakesh-achtig tasje. Je ziet dat nu heel veel. En die vind ik er gewoon heel leuk bij passen. Ook bij de onderkant van deze schoentjes. Oh, het is zo'n soepjurk outfit. Maar toch leuk. Vind ik dan. Veel vinden het ook vreselijk, denk ik. Hallo, het is vandaag dinsdag en het is echt weer een super warme dag. En het is nu ook binnen best wel benauwd om te werken. Dus ik heb weer eigenlijk een beetje een misschien saaie outfit aan. Maar ik voel me hier wel heel comfortabel in. Ik heb namelijk een hele mooie donker paars-roodachtige, ja eigenlijk zo'n aubergine kleur maxi jurk aan. Maar om heel eerlijk te zijn, hij is een soort van cropped geworden. Ja, ik vind het zelf niet zo erg. Hij was al iets aan de korte kant en hij is een beetje gekrompen. Maar dat vind ik eigenlijk wel lekker lopen. Dan sleept het ook niet over de grond. En ik heb ook echt van die huisslippers, deze Birkenstocks erbij aan. Wat ik wel heel leuk vind aan deze jurk is dat het mij echt heel erg doet denken aan onze vakantie op Bali. Want ik had deze ook mee met mijn backpackvakanties. Als ik er gewoon toch een beetje, ja, chic of zo uit wilde zien. Maar wel heel comfortabel. Dit is gewoon echt zo'n 10 euro maxi jurk van de H&M. Super chill. En ik heb weer wat gouden sieraden om het toch nog een beetje fancy te maken. En ook wel een make-up lookje wat ik wel mooi vind. Dus dan voel ik me toch nog enigszins dressed up. Maar meer is ook eigenlijk niet nodig als je gewoon binnen zit te werken. Ik doe de hele dag administratie dingetjes vandaag en video's editen en zo. Het is dinsdag begin van de avond en Marco is net thuis van zijn werk en we gaan eerst even sporten. Dit is mijn sportoutfit. Ik heb gewoon een topje aan van de H&M. Sport BH van Hunkemöller en deze legging is van Strongers, een Zweedse merk. Had ik een keer een setje van opgestuurd gekregen. En dit zijn mijn Nike Rushrun die ik eigenlijk altijd aan heb. Als iemand tips heeft voor fijne, een beetje betaalbare sportschoenen voor gewoon krachttraining, laat het even weten. Want deze zijn echt wel heel erg op. En het zijn eigenlijk de enige die ik heb. En ik heb ze in een ander kleurtje. Maar goed, we gaan. En het is 30 graden. Ik heb het nu al bloedheet met deze legging. Ik snap het ook niet, maar ik heb er wel zin in op zich. Alleen gewoon de weg er naartoe. Ik ben nu al bezweet. Meestal is je sportoutfit meestal frisser dan wat je aan wil buiten. Maar nu is het warmer dan wat ik aan zou willen. Het is echt. Is dit jouw lookie? Ja, ik ga deze doen hoor. Fancy socks. Dat vond ik ook wel. Oké, let's go. Goed hè? Het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is namelijk woensdag en ik ga mijn bruidsjurk voor de tweede keer passen. Ik ben toepasselijk in het wit. Het is bloedertje heet. Ik hoop dat ze goede airco hebben daar, maar daar ga ik wel van uit. En ja, ik neem een vriendin mee. Ik heb deze sandaaltjes van Manfield eronder aan. En deze jurk is van de H&M. Het is echt een heerlijk luchtig stofje ook voor dit weer. Beetje zo'n crinkle stofje met allemaal knoopjes. En zilveren sieraden. Deze is van Comget Fashion. Horloge en armcuff
zijn van Daniel Wellington. Mijn Buddha to Buddha ring. Mijn verlovingsring die omgedraaid is. En die ring die van mijn oma komt. En ik heb een beetje een peachy look. Enigszins subtiel, maar wel iets van make-up. Ik denk dat ik op de bruiloft misschien voor iets meer mauve tinten ga. Maar wel zoiets qua heftigheid, zeg maar, denk ik. Dus ja, ik dacht dan kan ik een beetje zien hoe dat staat. Vorige keer dacht ik dat ik bijna geen make-up mocht dragen, want het zijn toch witte jurken. Maar ze weten precies, ze helpen je met omkleden en ze weten precies hoe ze dat moeten doen. Dus ik dacht ik ga nu toch wel een beetje doen zoals ik het normaal ook zou doen, omdat ik dan gewoon goed kan zien hoe dat staat. En ja, ben ook heel benieuwd. Ik ga ook voor sieraden kijken. Het is vandaag donderdag en het is echt de warmste dag ever gewoon. Ik ga naar Rotterdam. Ik heb afgesproken met Bonnie en Lotte. Ik heb wat gouden sieraden. Ik heb dit shirtje aan van de H&M. En dit rokje is ook van de H&M van vorig jaar. Die heeft een rits hier aan de zijkant en die is donkerblauw. Lekker luchtig outfitje. Dan heb ik gewoon mijn tasje die ik heel vaak mee heb van Liu Jo. En ik denk dat ik voor deze slippers ga van River Island die ik vrij nieuw heb. Vind ze er wel heel leuk onder staan. En ze lopen ook prima. Maar ja, ik vind het wel een heel leuk outfitje. Ik heb trouwens alleen maar tepelplakkers op. Dat zit ook extra luchtig. Want die BH's met dit weer, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik hoop dat het er wel een beetje oké uitziet. Ik denk het wel. Ik voel mezelf vaak een beetje ongemakkelijk zonder BH. Ja, het is een beetje een wijdvallend topje. Dus het valt niet zo heel veel op, geloof ik. En mijn make-up lookje lijkt wel een klein beetje op wat ik gisteren had eigenlijk. Ik heb weer het Sweet Peach palette gebruikt. En dit is een lipstick van Bourjois. Met een lipliner van MAC. Ik heb mijn haar nog even in een staart gedaan om het eigenlijk even extra verfrissend te maken. En dan denk ik dat we deze hitte gaan trotseren. Het is vandaag vrijdag en ik ga jullie laten zien wat ik aan heb. Het is echt weer bloedheet. 35 graden. Ongelooflijk. Ik wist niet meer wat ik aan moest inmiddels. Want al mijn luchtige kleding zat wel een beetje in de was. Maar dit is waar ik mee ben gekomen. Dit is een shirtje van de Pull & Bear. En dat is echt zo'n linnen katoenen topje wat echt bijna niks is. Hij zit een beetje in de kreuk. Maar dat vind ik niet zo erg. En deze heeft van die crisscross bandjes die heel laag vallen op. Dat was mijn zonnebrillenrek. Dat zat er al aan te komen. Geen zorg, ik laat het jullie zo zien. Heel laag op de rug. En ik heb een bralet hieronder aan. Want BH's vind ik echt veel te warm. En dan heb ik dit tasje. Deze is van Cyrene.com. Vind ik gewoon een heel schattig tasje die hier ook heel erg leuk bij past. En dan heb ik een culotte aan die wel een beetje doorschijnt. Misschien moet ik even een andere string aandoen. Maar ik heb hem achter gewoon heel hoog getrokken. Dus daar is niet zoveel te zien. Oh nee, Primark is deze van, blijkbaar. En dit is een beetje zo'n goud beige kleurige. Misschien is het zelfs nog een beetje warm. Maar ja, ik vond het op zich wel een leuke outfit. En dan weer met mijn slippers van River Island. Ik vind het een leuk lookje. Beetje pyjama, maar ja, zoals ik al zei, 35 graden. Ik erger me wel aan dit. Ik kan hem beter zo dragen. Dan zit die flap wat meer naar de achterkant. Ja, ik weet niet. Het is niet voor mijn gevoel het meest flatterende. Ook voor mijn figuur, omdat ik hier het breedste ben. En dat benadrukt dit topje natuurlijk behoorlijk. Maar ja, zoals ik al zei, je moet niet te moeilijk doen met dit weer. Dus dat ga ik ook vooral niet doen. En ik ben blij dat ik deze broek eindelijk eens ga dragen. Zoals ik al zei, die dingen moesten het begeven. En dat is gebeurd. Het kon erger. Niet zo heel veel heftigs gebeurd. Vanavond gaan we gezellig barbecuen bij mijn moeder. Ik ben heel erg blij dat ik dit huis uit kan en in een tuin met schaduw kan gaan zitten. Want ik hou het gewoon niet meer uit. Ik heb me omgekleed en nog wat luchtigers dan wat ik vanochtend aan had. Ik heb dit jurkje aan van de H&M. En dit is gewoon echt een heel dun stofje. Net niks. En je kan hem eigenlijk nog zo hiervoor strikken. Maar dat vind ik te warm. Dus dat laat ik gewoon open hangen. En dan heb ik hetzelfde tasje die ik al had en dezelfde slippers. Dit zit echt heel lekker, maar ik vind het zo grappig. Want dit zijn van de jurkjes die ik koop en die ik normaal alleen op vakantie als bikini cover-up draag. Of hooguit een keer als ik naar het strand ga in Nederland. En opeens dit jaar, nou opeens zijn die kleren niet aan te slepen bijna. Heel gek, maar ja, het is wat voor printje zit er eigenlijk op. Volgens mij, als je van dichtbij kijkt, zijn het allemaal een soort van kleine blaadjes. En ik vind dit ruffellaagje wel heel leuk. En verder is het een soort van A-lijn modelletje. En die ruffel zit ook aan de achterkant. Zoals je ziet, hij kreukt wel heel snel. Want ik heb hem net gestoomd en nu zit hij hier, doordat ik ben gaan zitten, alweer vouwen. Maar ja, care. Het is vandaag zaterdag. Het is niet meer bloedheet. Wat ik eigenlijk heel erg fijn vind.
En dit is wat ik vandaag aan heb. Ik heb deze super leuke linnen rok aan. Die is van Naked. Ik zet alle items hieronder in de beschrijving. En ik heb ook een kortingscode voor Naked. Dus mocht je hem zelf willen bestellen, dan kun je dat met die kortingscode doen. Dit is gewoon echt zo'n heel lekker stofje waar je nooit in zweet eigenlijk. En dan heb ik dit topje. En deze is van de Primark. En die heeft hele fijne soort van... Ja, wat is het? Het is niet echt een streepje, maar een soort stipjespatroon. Ik weet niet. In ieder geval donkerblauw met wit. En aan de achterkant is die ook heel leuk. Want daar heeft hij zo'n openingetje, zoals je ziet. En die heb ik gewoon... Het is eigenlijk een soort A-lijn topje. Maar ik heb hem nu in mijn rok. Zo'n poft hij een beetje. En ik vind het super fijn. Omdat dit soort topjes kan ik gewoon zonder BH dragen. Zonder dat het er echt gek uitziet of zo. Dan heb ik een kettingje van Come Get Fashion. Horloge en armband van Daniel Wellington. En deze sandal heels zijn eigenlijk ook van de Primark. Van... Volgens mij ook vorig jaar of 2 jaar geleden zelfs. En die vind ik heel leuk. Het is een soort donker zilver kleurtje met een heel leuk blokhakje, ritsje achter. En ja, allemaal studded bandjes. En ik hou zelf heel erg van de combinatie blauw, wit en zilver. Het vind ik gewoon heel fris staan. Dus ik vind dit wel een lekker zomerlookje, moet ik zeggen. Ik heb deze een tijd geleden ook een keer zo aangehad, deze combi. Dus mogelijk kennen jullie hem van Instagram, maar ik dacht ik doe hem lekker weer aan vandaag. Het is vandaag zondag en de parade is in Utrecht en Marco en ik gaan daar eventjes naartoe. Ik heb deze outfit aan. Dit is een soort van, ja, wat is het? Eigenlijk een jurk kun je het gewoon noemen, maar die heb ik vorig jaar of 2 jaar geleden bij de Pool & Berg gekocht. Volgens mij alweer 2 jaar geleden. Ik vind deze kleur altijd heel erg mooi. En ik heb hem in een maat L gekocht, zodat ik hem leuk met zo'n riempje zo kan dragen. Ik vind dit wel heel cute met het riempje en de sandaaltjes. De sandaaltjes hebben jullie me al eerder zien dragen deze week. Die zijn van Manfield. En het riempje is gewoon van de H&M. En dan heb ik allemaal gouden sieraden om het ietsje ja, meer af te maken of zo. Dan vind ik het namelijk gelijk een stuk gekleder, omdat het eigenlijk best wel een... losvallende jurk is. Ik heb gewoon een strapless BH eronder. Die gewoon goed zit. Strapless. Zodat je hier niet die bandjes ziet. Want hij is iets meer aan de binnenkant. En dit vind ik zelf niet zo storend. Ik wilde eigenlijk deze tas meenemen. Deze is van de Primark. En die heb ik echt zonder grappen. Ik denk 6 of 7 jaar. En ik heb die zoveel gedragen. Maar de laatste 2 jaar pak ik hem wel echt minder. En ik merk gewoon dat ik hem iets te groot vind. Voor wat ik nu mooi vind, zeg maar. Dus ik denk niet dat ik hem meeneem. Ik vind het dan ook net weer wat te matchy-matchy worden. Met en de sandaaltjes en het riempje en dit. Dus ik denk dat ik weer lekker voor dit tasje ga. En dat houdt het ook wel heel fris, vind ik. Ja. Deze neem ik mee. Deze oorbellen zijn trouwens van Another Stories. Mocht je benieuwd zijn. Hele toffe oorbellen vind ik zelf. Dit was hem dan weer. Mijn Outfits of the Week video. Ik ben heel benieuwd wat jullie favoriete look was. Dus laat dat vooral weer weten. En of je benieuwd bent dat ik het gewoon zo doorzet. En dat ik het voorlopig ga doen. Laat maar weten of dat ik het af en toe doe. 1 keer in de maand of zo. Het maakt mij niet zoveel uit. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei.